Wat denk je ervan van deze koers? Geen scherprechter, geen wind, niks? Nee, ik denk dat het qua wind vrij rustig is. En misschien wel kans op een mooie vroege vlucht. En om zo ook de kleuren te laten zien van West Frisia. En ja, voor de rest denk ik dat de grote ploeg het gaat controleren. Waar je als clubploeg dan niet te veel moet mengen. En misschien met een snelle sprinter zoals Jesse of Olaf een leuke korte uitslag kunnen rijden. Tussen. Ja, we hadden al zondag meegekregen om er lekker in te kiezen. Daar kregen we een gaatje en toen reden we weg. Na 2 minuten, hè? Ja, in het begin was het wel echt vechten om voorin te komen, maar uiteindelijk zat ik waar het moest voorin. En toen sprong er iemand van Diftar sprong weg. En ik zat eigenlijk op de tweede rij en ze gaven me ruimte. Ik zeg ik ga weg en kregen we ruimte. Helpt toch wel dat je regionale renner bent, want dan geven ze je wat. Ja, maar het is ook natuurlijk echt kijken in zo'n koers, hè? Want kun je weg, kun je niet weg, want het is een wind was er niet. Nou, aan het eind trok de wind nog wel aardig aan, hoor. En ik denk dat ik uiteindelijk 80 of 90 kilometer in de aanval gereden heb. En dus op het eind was het beste er ook wel af. Toen ging het de zanger in je benen? Ja, gelukkig had ik nog een ploegmaat die me echt heel goed hielp. Want anders had ik het denk ik op 35 kilometer al afgelegen. Maar uiteindelijk kon ik doorrijden en kon ik steeds tussen mensen blijven tot de laatste 10 kilometer. En daarna was het gewoon overleven tot de finish. Nou, bij de net zag ik het peloton weer compleet en toen was het geëlimineerd, hè? Ja, er waren best wel wat aanvallen, er was best wel wat valpartijen. En op het moment dat we hier weer bij start-finish aansloten, was er weer een valpartij. Dus ja, dan zit je er elke keer achter en dat kost zoveel energie. Ja, dan op een gegeven moment houdt het gewoon op. Strijdlustigste renner. Ja, mooi. Dan toch mooi in de pixie gereden. En in onze eigen trainingsomgeving is dat natuurlijk altijd heel mooi. Nou, train je erg veel hier in deze omgeving, met Tino zeker? Ja, de ploeg komt uit Enkhuizen. Dus ja, we trainen hier eigenlijk altijd wel. En we hebben dit rondje ook best wel heel veel verkend. Dus het is super mooi om hier te rijden. En iedereen langs de kant weet wie je bent. Dus dat is prachtig. Dat is wel leuk, hè? Ja, dat is echt het mooiste dat er is. Hey, en nu de volgkoersen, dus naar Buffalo in Groningen en dan nog Drenthe. Nou, wat denk je? Nou ja, we gaan nu in ieder geval goed herstellen. We moeten nog 2 uur rijden naar het hotel, eten, drinken en dan morgen zien we wel weer. Eerst maar eens goed slapen. Wie gaat vandaag hier het appartement op zijn naam schrijven? U gaat een geweldig applaus laten horen hier in razende sprint. Wie wordt de man die vandaag de hoogste heeft? Die gaat allemaal voor Volker Wessels. Kijk eens wat een schitterende zegen vandaag hier. Voor Elmer Abma.